Ondanks de harde lockdown die maandag is afgekondigd, waren er een aantal winkels die meenden dat ze toch open mochten gaan. Het gaat dan om winkels en warenhuizen die voor een deel ook producten verkopen die onder de essentiële zaken gerekend worden. Het kabinet vindt het niet wenselijk dat deze winkels de grenzen opzoeken en gaat de regels aanscherpen. Vinden de Tilburgers dat deze winkels open mogen blijven? Of toch de deuren moeten sluiten? Ja, ik vind eigenlijk geen goede zaak dat die ook open willen gaan. Nee. Er is afgesproken niet essentiële winkels. Ja, en dat vind ik, daar horen dus de Vibra en de Action horen er ook bij. Nou hebben we laatst ook allemaal mondkapjes moeten dragen overal voor. Het heeft eigenlijk niet geholpen, want ze sluiten alles dicht. Want we weten eigenlijk nog steeds niet hoe het precies wordt overgedragen. Ik vind dat geen goed idee. Als ze dezelfde artikelen als in de supermarkt hebben, dan hebben ze wel een beetje gelijk. Dat vind ik wel een goede zaak, ja, want iedereen heeft nou moeilijk met de middenstand, heeft nou moeilijk. Hè. En alle beetje stellen, vind ik. Ik zie nou het verschil van de HEMA en ik zie nog meer winkels die open zijn. En dan denk ik van, ja, het is ook niet noodzakelijk. Net als de Bruna en het Kruidvat. Vind ik eigenlijk dan ook dicht moeten. Zouden ze niet per se open laten gaan, nee? Ja, hoe meer je mensen overal verspreidt, hoe minder kans je hebt op besmettingen. Het valt niet echt onder de essentiële winkels. Het is leuk om daar langs te gaan, maar ik denk dat de meeste mensen er niet per se naartoe gaan voor de schoonmaakmiddelen. Dat die niet essentieel zijn. Met de besmettingen en zo, dan, ik zou dat niet doen, nee. Kleine winkels zijn, dus dan krijg je heel veel. Of ze moeten dus goed begeleiden dat er maar een paar mensen binnen mogen. Maar ja, dan krijg je ook zulke rijen. Dus ik denk dat het niet zo'n goed idee is.